Elke dag bellen we om deze tijd met een Flevolander in het buitenland. En vandaag is dat de Almeerder Arjen Vogel. Hij woont in Hongkong. Niao, hoe is het bij jullie daar? Ja, hier eigenlijk wel goed allemaal. We hebben elkaar volgens mij 1,5 maand geleden gesproken. En toen waren er ook ongeveer 1000 besmettingen. Nu zijn we op 1100 besmettingen, dus we hebben het eigenlijk nog heel erg goed onder controle. Ja, hoeveel mensen zijn er overleden aan de coronavirus in Hongkong eigenlijk? 4 mensen. 4? Voor hoeveel inwoners wonen er in Hongkong? 8 miljoen. 8 miljoen? Zo. Dat is niet veel. Zijn jullie uit de lockdown? Nou, ik bedoel, elke dode is er één te veel, maar... Aangekondigd. Ja, ze hebben nu net aangekondigd dat groepen tot en met 50 man vanaf morgen weer toegestaan zijn. Ja, en dan, dat is gewoon een hele andere situatie. Hier worden 4 ingangen zijn er in het land. En die zijn allemaal dicht. Je kan alleen binnenkomen als je hier woont en een bewijs hebt dat je hier mag wonen. En je moet in quarantaine als je binnenkomt. Ook al heb je het coronavirus niet, 14 dagen moet je dan ergens in quarantaine zitten. Krijg je een armband om en mag je niet je huis uit. Ja, dat klinkt heel streng. Was de lockdown bij jullie ook heel streng? Ja, en het was ook wel veel dat mensen hier, omdat ze natuurlijk SARS de ervaring mee hebben gekregen, dat ze hier toch ook wel echt goed op je letten, dat iedereen ook gewoon afstand hield en dat iedereen gewoon goed oplette dat je niet bij elkaar in de buurt kwam. Dus de eerste maanden waren zeker streng. Ja. Je zegt, we hebben geleerd van SARS in Hongkong. Is dat ook het verschil met Nederland, voor zover je dat vanaf zo'n afstand kunt beoordelen? Het is natuurlijk moeilijk om te zeggen, maar ik denk dat daar zeker lessen uitgetrokken zijn. Ja, zeker weten, zeker weten. Ja, kun je daar een paar voorbeelden van geven, welke SARS-lessen handig waren voor corona? Nou ja, wat mensen hier eigenlijk sowieso al doen, is als ze ziek zijn, is als ze niezen, dat ze hier een mondkapje op doen. En dat helpt natuurlijk heel erg. En dat heeft eigenlijk de hele bevolking gedaan. En nu ook als wij buiten op straat lopen, ook al zijn er geen besmettingen, geen lokale besmettingen, doet iedereen nog steeds een mondkapje op. Dus mensen zijn eigenlijk heel tolerant ten opzichte van deze regel. En daarnaast, de liftknopjes worden ontsmet om de zoveel tijd. Overal wordt gewoon goed schoongemaakt overal de hele tijd. Ja. Arjen, ben je wel eens bang geweest? Iedereen is wel eens bang, toch? Ja. Ja. Ja, maar mensen wonen daar natuurlijk wat dichter op elkaar dan wij hier in Flevoland. Zeker weten, zeker weten. Ja, in het begin natuurlijk, toen het hier net begon, dat was begin februari. Toen werden alle winkels leeggekocht en toen was het wel even schrikken. Dan weet je eigenlijk niet waar je zit en zit je zo dicht bij de bron. En zei iedereen in Nederland nog, gaat het wel goed, moet je niet terug naar Nederland komen. En die situatie die draaide eigenlijk compleet om in midden maart. Wanneer iedereen zei, je zit daar eigenlijk toch best wel goed. Als je kijkt naar hoe het daar met de besmettingen gaat. Dus in het begin waren we wel even van, oei, moeten we niet terug naar Nederland toe gaan? Maar nu is het, zitten we eigenlijk heel erg goed. Nou, en wie zijn we? Want jij bent oud-Almeerder of ex-Almeerder moet ik zeggen. Die woont nu in Hongkong. Heb je ook een gezin daar? Nee, ik heb een vriendin. We zijn hier met z'n tweeën gekomen naartoe gekomen. En we wonen hier met z'n tweetjes. Ja, en wat doe je voor de kost? Ik werk in cybersecurity. Ik ben een cybersecurity consultant. Ja, en de televisiekijkers die meekijken, die zien over jouw rug heen een planbord. Dat is niet in jouw keuken thuis, hè? Je bent al gewoon weer op kantoor. Ja, er wordt gewoon weer vanaf kantoor gewerkt. En dat eigenlijk alle normale overheidsdiensten werken ook gewoon weer vanaf kantoor. Die zijn best wel lang dicht geweest. En de scholen zijn ook heel erg lang dicht geweest. Maar iedereen zit nu wel weer op kantoor. Ja, toch Arjan, waren er opeens weer 5 besmettingen... Kun je voor ons vertellen waar die opeens vandaan kwamen? Ja, dat is een goede vraag. Veel mensen hier, iedereen denkt dat Hongkong een hele rijke stad is, maar niet heel veel mensen verdienen heel veel geld. Het is een klein aantal mensen wat het verdient. Maar heel veel mensen wonen hier dicht bij elkaar, op elkaar, wat jullie net ook al zeiden. En ineens was er in een public housing blok, dus waar mensen wonen die door de overheid soort van gesteund worden. Dus wat goedkoper wonen, sociale huur is dat. Daar wonen mensen ook wat dichter op elkaar. En daar ineens waren 5 mensen besmet. En ze weten eigenlijk niet zo goed waar die lokale besmettingen vandaan komen. Maar ze denken dat het komt door dat 1 iemand besmet is, geraakt, ze weten niet hoe. Maar dat door het keukenventilatortje, dat daardoor dat verspreid is naar de buren. En dat zo uiteindelijk in dat gebouw toch het hele gebouw geëvacueerd moest worden. Zo, daar schrik je van. Dat was gelukkig niet bij mij in de buurt, dus dat scheelt. Nee, erop, maar ik kan me voorstellen dat er meer van die public housing zijn waar ze denken van, oei, hoe zou dat dan bij ons zijn? Zeker weten, zeker weten. Ja, en dat was ook wel vreemd, want normaal weten ze dus heel erg goed wie er besmet is en wie niet. Maar die asymptomatische cases zijn natuurlijk, dat je toch misschien sommige mensen er doorheen glippen. Ja. Arjen, wanneer kom je weer terug naar Flevoland? Dat is een goede vraag. Dat weten we nog niet. Het ligt er heel erg aan hoe het gaat natuurlijk in de toekomst. Ook met de economische situatie hier. De werkloosheid hier is nog nooit zo hoog geweest. Ik ben niet bang om mijn baan te verliezen of iets dergelijks. Maar we weten natuurlijk niet hoe al dat soort dingen gaan. Maar tot nu toe zitten we nog hartstikke goed hier. En hebben we het enorm naar ons zin. Oké. Nou, lekker genieten dan in Hongkong. Blij dat te horen. Arjan, groetjes vanuit Flevoland aan Hongkong. Oh.